Welkom terug bij de Webinar Week 2021. De derde dag alweer. Ik ben vandaag jouw voorzitter, Petra de Niet, marketingmanager bij Werven, Toetalent en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. En we gaan het derde webinar in. Dat gaan we doen met Victor Loten en Michael Raven. Beide werkzaam bij Talmark. En ze gaan het hebben over data. Natuurlijk, want het is vandaag data-driven recruitment. Maar hun webinar heet Hoe gevoel en data samengaan. Victor en Michael, zijn jullie al in de stream? Als het goed is wel. Ik hoop het wel. Ja. Vandaag even vanuit huis, vanwege de weersomstandigheden had ik begrepen. Ieder uit jullie eigen huis of vanuit kantoor? Gewoon thuis, toch? Live vanuit de slaapkamer. Ja, ik zit gewoon lekker op mijn kantoortje. Lekker thuis. Hey Victor, jij bent projectmanager bij Talmark. Kan jij daar misschien iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ik ben dus projectmanager bij Talmark. Ik doe het nu al zo'n 2 jaar. Waarbij ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor de redelijke middel tot grote trajecten die bij Talmark lopen. Daar kan je denken aan het ontwikkelen of het doorvoeren van een nieuwe website. Of de migratie van een achterliggend recruitment of HR-systeem. Eigenlijk de allergrote trajecten die daar kom ik ook bij kijken als adviserend en uitvoerend persoon. Dankjewel. En Michael, jij bent conceptmanager bij Talmark. Kan jij daar misschien iets meer over vertellen? Ja, ik hou me voornamelijk bij Talmark bezig met werkgeversmerken, conceptontwikkeling, campagnes en contentproducties. Dus eigenlijk alle leuke dingen mag ik doen. Victor mag alle stomme dingen doen. Soort van, ja, dat zeg ik niet. Hey, en jullie voor gevoel en data. Als ik aan data denk, denk ik echt aan analytisch, aan repetitief, niet zoveel aan gevoel. Hoe moet ik die brug dan zien? Ja, dat vonden we, dat we hadden over ons onderwerp nagedacht en we vonden het wel heel leuk, ook als we kijken naar onze visie en onze werkwijze, als we het over data hebben, heb je het inderdaad zoals jij zegt, mensen definiëren het heel snel als, oh, het is data, dus harde cijfers. En wij zien dat anders, dus wij vinden het leuk om dan een klein tegengeluid te geven, te zeggen, nou, vergeet ook het gevoel niet en kijk hoe dat samen kan gaan en uiteindelijk tot resultaten kan leiden. En hopelijk kunnen we dat tijdens dit webinar goed laten zien aan de vorm van onze visie, ervaringen en ook daarbij de voorbeelden natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wel nodig, want recruitment is vaak ook wel een gevoelsdingetje. Zeker omdat je veel gesprekken met kandidaten hebt en dan ook nog die brug kan maken van data naar gevoel. Ik zou zeggen, begin met het webinar en heel veel kijkplezier en natuurlijk voor jullie veel vertelplezier. Dankjewel. Yes. Alright, dan gaan we beginnen. Welkom bij het Talmark webinar. Ik zal ook even uitleggen of toelichten wat Talmark is. Wij zijn een communicatiebureau in de arbeidsmarkt. En wij maken, of wij ontwikkelen werkgeversmerken, werken bij websites en doen recruitmentcampagnes. En dat doen we om de verbinding te leggen tussen organisaties en het talent van vandaag en morgen. En zoals net gezegd, ja, we hebben het ook over gevoel en data samen hebben. Het is natuurlijk een grote ontwikkeling, data-driven marketing, data-driven recruitment. Dat vinden we ook heel erg een belangrijke ontwikkeling. Maar wij zeggen, hou juist ook de balans erin en zorg ervoor dat je ook meerdere dingen in je beslissings of in je besluiten meeneemt dan alleen maar harde data. Want, en dan gaan we het wat zwart-wit en stellig zeggen, op het moment dat je zegt, nou, we houden de data helemaal leidend. Dus als je alleen maar doet wat mensen verwachten, doe je nooit iets wat mensen niet verwachten. Dat komt eigenlijk voort uit onze drijfveer, wat we bij Talmark hebben, dat we op zoek zijn naar innovatie, dat we op zoek zijn naar vernieuwing, kleine schaal, of grote schaal. En wij geloven erin dat we dat data daar echt een groot onderdeel van is, maar dat je daar ook iets menselijks aan moet toevoegen om uiteindelijk tot vernieuwing en resultaten te komen. En dat hopelijk laten we dat zien aan de hand van onze voorbeelden.
Ja, daar wil ik even op aanhaken inderdaad. Wat je vaak ziet is inderdaad dat de menselijke factor een hele grote rol speelt. Alleen dat er tegenwoordig heel veel gekeken wordt eigenlijk naar de cijfers. En weet dat de cijfers absoluut belangrijk zijn. Maar wat wij eigenlijk tijdens deze webinar willen meegeven is zorg dat je data op orde is. Maar vergeet zeker die menselijke factor niet. Want wij vinden dat in die combinatie ligt eigenlijk de sleutel tot innovatie. Daarin heb je nieuwe mogelijkheden, nieuwe toepassingen en ook nieuwe inzichten die je eruit kan halen. Dus je data die is zeker belangrijk, maar die menselijke factor net zo belangrijk. En dat klinkt misschien nu nog een beetje vaag, alleen we hopen dat gedurende dit webinar wat concreter te maken. Nou ja, dan wou ik eigenlijk, het is niet meer nodig, maar het voorste rondje hadden we hier eigenlijk ingepland. Maar die hebben we nu al gehad aan het begin van toen Petra ons introduceerde. Dus wat we nu eigenlijk nu ook willen laten zien tijdens het webinar is dat gevoel, intuïtie en ervaring ook data is. En dat het dus niet alleen om die harde cijfers gaat, maar ook uit noem maar op ervaring of interviews die je uit het veld ophaalt. De kandidaten die je spreekt, maar ook je medewerkerdata. Maar ook het gevoel wat jij hebt, de intuïtie wat je soms voelt van dit is een richting waar we op moeten. Dat ook hele waardevolle data is. Nou ja, en ook dat ook daaruit voorkomt, een stukje innovatie, hè, tussen die balans van je normale data, je harde cijfers en de menselijke factor. Nou, daar gaan we wel wat meer concreet op in naarmate we de cases laten zien en de voorbeelden. Nou ja, en wat ik dan eigenlijk, waar ik mee wil starten is eigenlijk, wat is data? Dat is een vraag waar Mike op zo meteen verder op aangaat. Want data is dus meer dan alleen cijfers. Die gaan we nu, kan Mike op aanvullen. De belangrijkste vraag, als je naar de presentatie, als die in beeld komt, dat is eigenlijk de vraag, wat is data? En dat is een belangrijke vraag, en ik denk dat iedereen die nu kijkt, die heeft daar zijn eigen definitie bij. En waarschijnlijk degene die digitaal links of rechts van die persoon zit, die heeft ook weer zijn eigen definitie erbij. En zo ook wij van Talmark niet anders. En zoals we al eerder hadden gezegd, geloven we dat data iets meer is dan alleen maar harde cijfers. En wat ons betreft is data harde cijfers plus de menselijke factor. En die harde cijfers die zijn evident. Dat zijn cijfers die komen uit data dashboards, uit onderzoeken of uit gewoon analytics of je recruitment systeem. De menselijke factor, dat ben jij als professional, jij als team, of jij als afdeling of als organisatie. Wat houdt die menselijke factor dan in? Wij zeggen, de menselijke factor, dat is gevoel, kennis, ervaring en intuïtie. Dat maakt samen die menselijke factor en dat bouw je op. Dus als je met een doelgroep bezig bent voor een campagne en je komt die doelgroep steeds vaker tegen voor verschillende campagnes, bouw je ervaring, je bouwt gevoel, je bouwt kennis op met die doelgroep, met die projecten, om uiteindelijk je intuïtie meer te laten spreken. En tot je intuïtie daarbij gewoon iets scherper wordt. Dus wat ons betreft is het dan data en cijfers. Of data is cijfers plus gevoel, kennis, ervaring en intuïtie. Oftewel, menselijke factor. Nou, dat is dus onze definitie, hè, hoe het van onze visie van op data. Nou, hoe ziet dat dan eruit als we het in laag-lagen pakken en we zeggen, hoe ziet het eruit bij werkwijze? Nou, ik zal een voorbeeld geven over hoe we dat doen bij employee branding. En bij employer branding werkt data als volgt. Wat mij betreft geeft data een kader voor het creatief idee. Dus je creëert een kader wat je invult met een creatief idee. Zonder kader kan je een heel leuk creatief idee hebben, maar is het misschien niet relevant voor de doelgroep? Heb je wel een kader, maar geen creatief idee, heb je kans dat het smaak mist en misschien niet onderscheidend genoeg is voor de doelgroep. Nou, dan is de volgende vraag, hoe halen wij data op bij een employer brand traject? Nou, dat doen we in de voorfase, dus in de allereerste fase. Doen we vooronderzoek en dat doen we door middel van surveys, dus enquêtes. Doen we door middel van workshops, doen we door middel van doelgroeponderzoeken. Dat doen we door middel van onze Talmark dashboard, wat we bij verschillende klanten hebben draaien. Maar ook interviews en workshops, al zijn die nu iets moeilijker in deze tijd te doen, zeg maar fysiek, dat maakt het wat lastiger. En interviews vind ik zelf altijd heel erg belangrijk,
Omdat je daarbij een beeld krijgt van, oké, hoe ziet zo'n organisatie eruit? Wat voor een beeld, wat voor mensen werken daar? Wat voor sfeer hanteren ze daar? Hoe ervaren mensen dat? Door de juiste vragen te stellen, van wat mensen gaaf vinden, wat mensen minder gaaf vinden, hoor je ook verhalen die mensen op een bepaalde manier vertellen. En dat creëert voor mij, om het werkgeversmerk of concept te ontwikkelen, creëert dat voor mij een gevoel. En wat we net lieten zien in onze optelsom, gevoel is ook data. En gevoel is niet data wat je heel makkelijk in een dashboard kwijt kan, of wat je Google Analytics opent en je hebt zo'n barometer daar staan en daar staat de gevoelbarometer. Helaas, dat is niet zo. Dus daar komt de menselijke factor bij kijken. En door gebruik te maken dus van dat schetsen van het gevoel, samen met die harde cijfers, creëren we dus een kader waarin we het creatieve idee invullen. Nou, dus dan hebben we het nu gehad over de definitie. Of hoe ziet het dan eruit in dit geval employer branding? Nou, hoe ziet het dan eruit als we het over resultaten hebben? Dus ik wil graag een aantal praktijkvoorbeelden laten zien, waarin ik uitleg hoe we dan daartoe gekomen zijn. Nou, hier zie je bijvoorbeeld de propositie van Essent. We hebben het project Werken bij Essent gedaan, waar je de propositie en tevens ook de oproep wij gaan, jij ook ziet. En dat komt vanuit de winnaarsmentaliteit die we hebben mogen ervaren bij Essent. Het samen presteren, gekoppeld met de werksfeer, met het gevoel wat we krijgen vanuit de interviews. En daarbij ook de waarom van Essent, de why, van waarom doet Essent wat Essent doet. Bij Essent is dat duurzame en betaalbare energie bereikbaar maken voor iedereen. En dan niet over 5 jaar, niet over 10 jaar, maar juist nu. Dus we combineren dat gevoel van actie, dat gevoel van het moet nu gebeuren, samen met de winnaarsmentaliteit en ook het streven om de marktleider te zijn en blijven. Dus dan creëer je een wij gaan, jij ook. Essenters, die gaan alvast. En als jij mee wilt, dan kun je met ons meegaan. Dus dan kan samen op die trein stappen. In de website ziet dat dan als volgt uit. Waar je concreet links zie je het beeld wat je op de homepage ziet. Dat is een video waar je meteen het brandvideo kunt zien. Dus dan gaat het over het overkoepelende gevoel van wij gaan, jij ook. Verder op de website, als je dan verder in verdieping gaat, waar Victor zo meteen ook iets gaat vertellen over de Instagram stories bijvoorbeeld die we hebben gemaakt bij de vacature detailpagina op mobiel. Daar zie je juist Essenters vertellen, dus de bewijsvoering. Dus aan de ene kant het grote gevoel, hè, het brandgevoel van Essent, aan de andere kant de bewijsvoering in de video's. Nou, dat is één voorbeeld. Het volgende voorbeeld wat ik graag zou willen laten zien, is het volgende. En dat is voor een project voor Tennet. Tennet is ons netbeheerder van het energienet. En die zochten, of die hebben een campagne gedaan, en dat is nog steeds bezig, dat loopt overigens live, voor technici. En deze mensen, het zijn echt mensen die klimmen zeg maar de mast in en die zorgen gewoon dat het net gewoon doet. En wij gewoon de elektriciteit krijgen die iedereen gewoon vanzelfsprekend verwacht. En tijdens de interviews, dan krijg je allemaal verhalen mee. En ik wil daar eentje wel graag van delen, want ik vond het wel gaaf. En dat kwam vanuit iemand die had storingsdienst. En die zegt, nou, storingsdienst, dan moet je dus heel lang beschikbaar zijn. En die werd 's nachts wakker gebeld. Maar hij wakker worden, gaat in zijn busje stappen, rijdt dus in de nacht, helemaal donker, rijdt hij naar die mast toe. Er was een storing, die moet hij oplossen. Dan klimt hij de mast in, maar dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk werk ook, want ze met 380.000 volt. Dus dat doen ze samen met een team, zorgen ze dat het verantwoordelijk en veilig gebeurt. Nou, die man heeft het dan opgelost, gaat weer terug naar zijn busje, terug naar huis. En als iedereen daarna wakker wordt, dan merken ze daar niks van. Alsof er geen probleem was en het elektriciteit komt gewoon waar je het van verwacht. Nou, dat voor mij schetste wel echt een gevoel van, dat zijn wel helden waar we het eigenlijk niet vanaf weten. Dus vandaag ook, hier zie je dus de High Voltage Hero in het beeld, waarin je de mensen echt heel erg trots ziet staan en hebben geprobeerd dat gevoel hierin over te brengen, dus echt daar als superhelden neer te zetten. Wat je dan ook vervolgens in deze social ziet, die we hebben gebruikt tijdens de campagne, die echt geïnspireerd zijn door alle superhelden uitingen.
Nou, zo doen we dat dus met employer branding en concepten. Maar hoe zit het dan bij de vervolgstap? En de vervolgstap is, als je bijvoorbeeld een campagne hebt draaien, dan heb je natuurlijk ook heel veel data. Je hebt dan content en data en dan ga je bijsturen. Nou, wat soms gebeurt, is dat je resultaten bijvoorbeeld tegenvallen. De resultaten zijn iets minder dan dat je van tevoren had verwacht of had gehoopt. Dat kan gebeuren. Wat je dan krijgt, is dat je aan de ene kant heb je informatie die je net hebt opgehaald, hè, wat we net hebben laten zien. Dat is het ene gedeelte van data. Het andere gedeelte krijg je nieuwe data. En je nieuwe data, dat gaat iets zeggen over de inzichten en dat gaat iets zeggen over de resultaten die je hebt gehad. Nou, belangrijk is dus dat je zegt, nou, ik gooi deze niet weg en ik ga me ook niet alleen maar door deze laten leiden. Maar wij zeggen dus, houd juist vast aan het fundament en gebruik die nieuwe inzichten en combineer dat om samen, met de menselijke factor natuurlijk, tot een beter resultaat te komen. Daar hebben we ook een voorbeeld van, om het iets minder vaag te maken dan wat ik net heb uitgelegd. En dat ziet er als volgt uit. We hadden een campagne gedaan voor de energiemonteurs. Een campagne samen met Essent, service partners. Voor Essent, die zochten monteurs om de energietransitie waar te maken. Nou, hier zie je dus het beeld wat wij met alle goede bedoelingen hebben gemaakt. En het beeld ziet hier stoer uit met mensen in eigen kleding. Op een gegeven moment kom je dus op een fase dat fase 1 van deze, na een aantal maanden van deze campagne, die is afgelopen. En dan zie je, oh, dan heb je de resultaten binnen en die viel op een gegeven moment iets tegen. Hetgeen wat ook gebeurt op het moment dat je geen content ververst, dan valt opeens de effectiviteit, gaat dan omlaag. Nou, wat hebben we dan gedaan voor fase 2? We wilden terug naar de tekentafel en gekeken, okay, wat is dan in het fundament? Hè, waar moeten we dan op focussen? Welke factoren moeten we meer uitingen geven? En het tweede is, welke inzichten kunnen we daarbij ook gebruiken die we net met de resultaten hebben opgehaald, om dat samen te combineren? Nou, dat ziet er dus als volgt uit. Hier hebben we het tweede beeld, de tweede productie gedraaid. En vanuit het fundament is gekeken naar andere factoren. En hier zie je trotse monteurs die in hun werkkledij in sterke manier zijn gefotografeerd, trotse manier zijn gefotografeerd. Om uiteindelijk dat gevoel, hè, want je ziet ook de attributen erbij. Dit zijn eigenlijk de mensen die gewoon bij jou langskomen om je isolatie te fixen of zonnepanelen te plaatsen. Dus dat was het ene herkenbaar trots beeld. En het volgende stap was dat wij vanuit de data die we hadden, realiseerden we ons dat deze mensen, deze doelgroep, sneller klaar was voor conversie dan normaal. Dan heb je allemaal stappen, dan doe je retargeting uiteindelijk ze klaar te maken voor conversie en willen ze meer inhoud weten. Deze mensen wilden gewoon weten, joh, vertel mij maar hoe het in elkaar zit. Dat zie je dus in de content die we hebben gemaakt. Links zie je het verschil. Of links zie je de eerste afbeelding die we hadden. Rechts is een videootje waarvoor we voor dit voorbeeld nu een stil hebben geplaatst. En hier zie je dat we heel concreet hebben gecommuniceerd. Wij zoeken energiemonteurs en je krijgt deze en deze punten. We hadden variaties van met verschillende mensen, verschillende titels en verschillende voorwaarden. Wat we dus hadden gecommuniceerd. En wat we merkten, doordat we dus die twee dingen samenvoegden, creëerden we dus van een bestaande campagne in fase 2 ook een echt succesvolle periode. Dus daar zie je dus de combinatie tussen oude data, nieuwe data en de menselijke factor die uiteindelijk zorgen voor een succesvol resultaat. En nu mag Victor een tijdje praten. Ja, even wat afwisselingen. Ja, ik wil het even hebben over de ontwikkeling van websites en data. En ook die menselijke factor die daarin heel belangrijk is. Wanneer je eigenlijk gaat starten met een nieuwe website, dan zie je dat data altijd een heel belangrijk onderwerp is. En gelukkig is het zo dat websites tegenwoordig bijna één en al data zijn. En dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling, want de tijd dat mensen geen inzicht meer hadden in hun conversies of in hun data of waar mensen vandaan komen, dat is gelukkig voorbij. Alleen de vraag die ik heel vaak krijg van, joh, we gaan een nieuwe website bouwen, hoe gaan we om met die data die nu bekend is? En daar wil ik het dan ook een beetje over hebben. Wat wij zeggen is, van neem die learnings van je oude website of je huidige website, neem die mee, maar creëer ook ruimte voor die menselijke factor, voor je innovaties. En weet ook dat als je een innovatie aangaat, dat dat iets meer risico met zich mee gaat brengen. Want je weet niet altijd wat het gaat doen. Je hebt de cijfers van je oude website, maar van alle innovaties of vernieuwingen die je op je nieuwe website hebt, daar heb je nog geen cijfers van. Dus wij hebben altijd de vraag van, joh,
Speel je dan op safe? Of ga je, dus speel je op safe en ga je volledig op je oude data af? Of ga je ook een beetje voor innovatie? Sta je daarvoor open? Er voor alle beide aanpakken is wat te zeggen. Hè? We vinden de data absoluut heel belangrijk. Maar die innovatie die wil je ook hebben, want je website heeft een doel. En dat doel kan je onder andere door middel van innovatie bereiken. Dus wij zeggen altijd van, joh, ga voor een mooie tussenweg. Zorg dat er ruimte is voor innovatie. Maar die data die je hebt, die je vergaart in de afgelopen jaren of met je vorige site, die is wel erg belangrijk. En we waren eigenlijk wel benieuwd hoe onze kijkers hierover dachten. Dus vandaar dat het nu een mooi moment is, ook even voor een poll. En de vraag van de poll is eigenlijk, in hoeverre bepaalt data jouw richting? Nou, de eerste antwoord is, data is voor ons alles bepalend. Of data wordt als leidraad gebruikt. Of de derde optie is, data heeft invloed, maar het is zeker niet bepalend. Of je zegt, data heeft helemaal geen invloed. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarover denken. Dus ik gok dat er nu wel iets, een antwoordmogelijkheid in beeld komt voor de meeste mensen. En dan hebben jullie even de tijd om je antwoord op te geven. En dan kunnen we zo meteen de resultaten bekijken. Ja, dus in hoeverre bepaalt data jouw richting? Het eerste antwoord is, data is alles bepalend. Data is een leidraad. Data heeft invloed, maar niet bepalend. Data heeft geen invloed. Op dit moment heeft data is een leidraad de meeste stemmen met 68%. En op de tweede plaats komt data heeft invloed, maar is niet bepalend. Dus een tweede plaats met 29%. Kijk, dat is op zich een leuk antwoord om te horen. Hè? Dus die leidraad, nou ja, dat is ook hartstikke goed. Zo staan wij er ook een beetje in. Wat wij heel veel gebruiken is bij ons intern is een data dashboard. Waarin we wel echt naar de belangrijkste statistieken gaan kijken. Trends en ontwikkelingen die momenteel gaande zijn. Die info meenemen in een nieuw traject. En ook de learnings eruit halen. Maar ook verder kijken dan dat. Dus die data wel als leidraad gebruiken. Maar niet 100% erop vastpinnen. Want wat ik wil, ja, hè, wat we net ook zeiden. Van, ja, dat, er is ruimte voor gevoel. Er is ruimte voor innovatie. Waar je dus nog geen data van hebt. En een leuke case waar dat eigenlijk overal bij elkaar kwam, is inderdaad ook Essent, hè, die Michael Red had behandeld, maar dan voornamelijk voor de website. Een leuk voorbeeld hiervan is dat we zagen, bijvoorbeeld uit ons data dashboard zagen we dat de meeste mensen altijd vacatures oriënteren op mobiel. En daar hebben wij daar eens naar gekeken en wij hebben wat onderzoek gedaan naar al die vacatures op mobiel en de trends en ontwikkelingen daarin. En wat je eigenlijk zag is dat de trend is dat mobiele vacatures aanzienlijk beter gemaakt worden. Maar het is nog steeds een soort van het kleine broertje van de desktop variant. En dat is eigenlijk best wel vreemd, zeker gezien de data zegt dat mobiel heel erg dominant is en steeds dominanter wordt. Dus toen gingen we kijken van, nou ja, hoe kunnen we dat voor Essent beter gaan benutten? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat een mobiele vacature gewoon volwaardig is als een desktop variant? Nou ja, waar ga je dan eigenlijk starten? Zoals we net zeiden, van kijken naar de data die we al hebben. Maar we vinden het ook heel interessant om te kijken naar andere sectoren. De ontwikkelingen die in andere sectoren zijn. En dan zeker naar sectoren die al gevestigd zijn. Dus denk aan apps die vanaf dag 1 gebouwd zijn voor mobiel. En helemaal ingaan op persoonlijke ervaringen. We kijken eigenlijk naar sterke elementen en learnings uit deze apps. En passen die innovaties toe op al bestaande plekken, bijvoorbeeld een vacature of een vacatureoverzichtspagina. Dus denk hierbij aan dat we kijken naar apps als Spotify, Instagram, hoe die met data omgaan, maar ook hoe die heel veel data op een hele overzichtelijke manier kunnen combineren. Nou ja, als we die learnings hebben, dan gaan we kijken hoe passen we dat dan toe op een bestaand element, om tot iets geheel nieuws te komen. En dit combineren we dan met data die bekend is van de website, en de bepaalde inzichten uit het employer brand traject, wat bijvoorbeeld Michael had gedaan voor Essent. En het leuke hiervan is eigenlijk wel dat je een enorm risico neemt, want die keuze die je gaat maken is nog nooit eerder gemaakt. Je gaat een innovatie aan, je wil ergens de eerste in zijn, alleen je hebt nog geen cijfers die je van tevoren kunnen gaan vertellen of het wel of niet werkt. Dat is het risico van innovatie.
je gevoel zegt dat je de juiste keuze maakt, maar achteraf weet je het pas zeker. En ja, je moet dus wel een risico nemen om te innoveren. Wat we dus bij Essent hadden gedaan, om daarop terug te komen, is dat we eigenlijk de mobiele facturen op een hele andere manier hebben vormgegeven dan de desktop variant. Het is geen klein broertje meer, maar het is echt een volwaardig alternatief. Waar we aan moesten denken toen we bij het ontwikkelen is, dat we veel info op een makkelijke manier willen presteren aan de gebruiker. En wat ik net al zei, die veelzijds doen het goed door bijvoorbeeld factures in uitklapbare elementen te presenteren. Maar alsnog neem je dan niet de kans die je mobiel je geeft, die neem je niet volledig tot zijn recht. Mobiel biedt ook ruimte om verticaal te scrollen, horizontaal. Het is een stuk visueler, een stuk sneller. Dus wat we gewoon deden is al die data uit het voortraject pakken, de data uit ons eigen dashboard en de data uit andere sectoren om zo tot een nieuw en mooi concept te komen. En uiteindelijk zijn we daarbij op een concept gekomen waarbij er een heel mooie balans is tussen het employer brand en de vacature-info zelf. Je ziet nou in beeld, heb ik op de PowerPoint een aantal screenshots van de facturen geplaatst. Dat je kan zien hoe zo'n vacature eruit ziet. Alleen het is leuker om ze eigenlijk nog in actie te zien. Dus we hebben een filmpje hiervan en die gaat zo meteen in beeld komen. Dus je scrolt inderdaad van boven naar beneden. Maar we hebben bovenin een soort Instagram video's getoond om zo persoonlijke content, maar ook content van het employer brand, te creëren. Weer swipen, dus je hebt facturenteksten, die staan niet onder elkaar, maar je kan er eigenlijk als het ware doorheen swipen. En wat ook heel belangrijk is, is dat we wel overal gewoon die knop hebben van direct solliciteren, om zo mensen niet verdwaald te laten raken en altijd nog die conversie in je achterhoofd te houden. En zo, gebruik je veel meer de kansen en mogelijkheden die mobiel biedt, door het visueel een stuk aantrekkelijker te maken, door te werken met filmpjes die snel inladen, op dezelfde manier waarop Instagram dat doet, en door er gewoon doorheen te swipen van links naar rechts, van boven naar beneden. En ja, zo maak je eigenlijk een heel volwaardig alternatief voor een mobiele vacature. En dit was dus volledig nieuw en het leuke hiervan is, voor ons was dit ook een traject waar we dachten, we zijn heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Wat zijn nou de resultaten die we erbij kunnen verwachten? Nou, ik kan niet ieder cijfer delen. Maar we hebben vanaf dag 1 hebben we alles wel gewoon keurig en netjes getrackt. Om die data goed in de gaten te houden. En wat ik nu kan meegeven is in ieder geval dat het aantal sollicitaties is verdubbeld. En de time to fill bij Essent is 21% verbeterd. Dus dan zie je eigenlijk dat je een best wel mooi resultaat haalt in een korte tijd. Door gewoon dat menselijke gevoel, data uit andere sectoren en je eigen data te combineren. En je durft daarmee een risico te nemen. Nou, ik hoop dat het daarmee een beetje duidelijk is geworden. Maar nog een case waar we dat goed toegepast hebben is bij de ANWB. De ANWB had ons de opdracht gegeven om puur de facturenpagina aan te passen. Wat we als eerst gingen doen is kijken welke data was er aanwezig. En welke data is relevant om mee te nemen naar zo'n nieuwe facturenpagina. Nou ja, wat een van de grote voordelen is bij de ANWB, is dat we heatmaps hadden van, en we konden precies via een heatmap zien hoe ver mensen gingen scrollen, waar ze naar keken, waar ze naar zochten. Dat soort data was er heel relevant. En wat ons opviel, was eigenlijk dat men heel selectief naar zijn vacature keek. De tekst werd voornamelijk snel gescand en bezoekers zochten eigenlijk naar de belangrijkste vacaturedata. Denk aan het salaris, denk aan het aantal uur, dat soort kenmerken. En via die heatmaps konden we die info combineren met de info, met de belangrijkste vacature-info waarvan we weten, daar is men naar op zoek. En dan hadden we ook nog het persoonlijke gevoel wat we erbij wilden combineren, wat we van sollicitanten en uit de organisatie kregen. En dat was dat er ruimte moest zijn voor een persoonlijke touch, om zo de ANWB wat persoonlijker te laten maken en minder groot te laten ogen. Mensen willen graag zien, waar kom ik dan te werken in zo'n grote organisatie en wie worden mijn collega's? Nou ja, dus je hebt dus nu weer een combinatie eigenlijk van gevoel, data uit de website en een stukje intuïtie wat je bij elkaar wil gaan brengen. En wat we dan als eerste doen is, we gaan daar een wireframe van maken om eerst de elementen die het belangrijkste zijn goed in een beeld te laten of een beeld te laten komen. En
waarvan we zeiden van ja, die belangrijkste factureninfo die we in die heatmaps voorbij zagen komen, die moet als eerst duidelijk in beeld komen. Dus je zit nu naar de wireframes te kijken die we toen de tijd ontwikkeld hadden. Voor de mensen die niet weten wat een wireframe is, dat is een soort van skelet of schematische weergave van hoe zo'n facturenpagina eruit komt te zien. Dus om die belangrijkste factureninfo helemaal bovenaan te zetten, wisten we gewoon, de mensen die snel willen scannen, die voorzien we meteen in een behoefte, omdat het gewoon in één oogopslag duidelijk is wat de belangrijkste facturendata is. Verder hebben we een verdeling op zo'n pagina gemaakt tussen facturencontent en persoonlijke content. Nou, als eerst bovenaan, zoals ik net zei, de belangrijkste info van de facturen. En daarna komt de plek voor verrijking. Denk aan het tonen van teamleden, de locatie en ruimte voor video's. En zo combineer je eigenlijk heel mooi persoonlijke touch, het gevoel wat je wil overbrengen, samen met de standaard factureninfo. Nou ja, wat dan ook op een gegeven moment een leuk idee was, is dat we zagen van, nou ja, als men een facture voor het eerst ziet, dan gaat hij er heel snel doorheen scannen. Kijken, is dit interessant? En uit de data zagen we van wanneer men dit interessant vindt, dan hebben ze de tijd en de ruimte om meer informatie te lezen. Alleen, er is hier een beetje een tweestrijd in, omdat aan de ene kant wil je je vacature kort en beknopt hebben, maar aan de andere kant wil je ook mensen kunnen voorzien in hun informatiebehoeften. Dus ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn en die naar meer informatie op zoek zijn, die wil je de informatie kunnen geven. Hoe we dat bij de ANWB hadden opgelost, is we zagen in de heatmaps dat er eerst gescand werd en vervolgens langer op die pagina naar informatie gezocht werd wanneer de kandidaat of bezoeker echt geïnteresseerd was. Dus we hebben hier een uitgebreide factuuromschrijving toegevoegd die niet standaard zichtbaar is, behalve als je hem uitklapt, en dat ga ik nu in beeld laten zien. Dus je scant eerst als bezoeker de belangrijkste bullet points. Nou ja, mocht je dan nog steeds interesse hebben, dan kan je altijd die sectie daaronder uitklappen waar meer informatie over deze facturen tevoorschijn komt. Nou, en zo kan je dus heel makkelijk mensen beknopt informatie geven, maar ook voorzien in hun informatiebehoeften als ze meer informatie nodig hebben. Jongens, we hebben nog 8 minuten ongeveer over voor vragen. Dus probeer hem af te ronden. Dan kunnen we ik was eigenlijk al klaar. Oh, je bent al klaar? Ja, Jezus. Moet zeggen, we hebben nog inderdaad de presentatie echt heel mooi opgemaakt. Vond ook leuk met die video erin, dus hartstikke bedankt. Dankjewel. We hebben een aantal vragen die binnen zijn gekomen. Bijvoorbeeld van Jeroen. Hij zegt, mijn gedachte, als je vertrouwt op je gevoel, dan kun je waarschijnlijk uitleggen waarom. Als je dit kwantitatief verwoordt, dan is het gevoel uiteindelijk ook data. Hoe zien jullie dat? Heb jij Mike of ik? Oké, een pak. Ja, nou, in principe, die data, het is zeker data, hè, wat je zegt. En er zijn ook zeker methodes om die data te structureren. En zelfs als je op wetenschappelijk niveau gaat kijken, kan je daar een hele dataset van gaan maken. Wij houden het wel altijd iets beknopter. Dus daarom zeggen we, dat gevoel is data. En we zetten het niet in een hele schematische weergave. Of we gaan het ook niet turven. Maar wel met onze interviews zie je wel inderdaad op een gegeven moment dat er bepaalde elementen naar voren komen. En dat is zeker data. Dus daarom zeggen we ook, hè, dat gevoel en die menselijke intuïtie is onderdeel van een dataset. Niet zozeer dat je hem kan zien in een dashboard, maar wel iets wat we altijd meenemen. Dankjewel. Een vraag van Merel. Zij vraagt, gebruiken jullie ook voor de content echte werknemers? Bijvoorbeeld van Essent? Ja, zeker. Het verschilt wel echt per klant en de uiting die je wilt doen. Soms heb je uitingen waar je beter een acteur voor kan gebruiken of modellen. Maar bijvoorbeeld bij de energiemonteurs, dat waren echte monteurs. In een voorbeeld. En de Tenet voorbeeld ook. Dus ik denk echt tot de verbeelding als je dat doet. Het heeft ook intern wel een kracht. Een vraag van Marieke. Het voorbeeld van Essent. Is het zo dat de tweede campagne beter tot conversie kwam omdat het beeld concreter was? Of
Is het zo dat de campagne 1, awareness, nodig was om de campagne 2 tot meer conversie te laten leiden? Ja, ik denk dat het een combinatie daarvan is. Wat we ook in de eerste fase zagen, is dat ze wel snel klaar waren voor conversie. Maar dat de content op een gegeven moment zijn kracht verloor. Dus ik denk dat de combinatie het heeft gedaan van en nieuwe beelden en concreet meteen op conversie gericht zijn. Dat uiteindelijk de sleutel tot succes heeft was. Maar ik denk wel dat inderdaad die eerste fase daar wel aan mee heeft geholpen, ja. Dankjewel. Een vraag van Alex. In hoeverre gebruiken jullie ervaringsverhalen in jullie recruitment marketing, zoals bij Tenet? Dat verschilt. We gebruiken die ervaringsverhalen altijd in de concepten en als achterliggende gedachten. Wij stellen zeg maar de onderscheidende factoren op, die we dus ook uit die interviews hebben gehaald. Aan de andere kant, en het hangt er vanaf hoe je het target en hoe je content opzet, kun je ook op een gegeven moment in een andere fase gewoon echt met die inhoudelijke verhalen komen. Dus het verschilt per campagne, maar we nemen het altijd mee, alleen de vorm verschilt. Dankjewel. En we hebben nog een vraag van Suzanne. Het loopt storm. Suzanne vraagt, welke harde Google Analytics cijfers zouden jullie aanraden? Welke top 3 of top 5 zou je maandelijks moeten monitoren? Bijvoorbeeld aantal bezoekers, pagina weergave, conversies of conversiepercentage? Ja, dat is een beetje lastig. Ik had er wel een beetje verwacht, deze vraag. Dat is ook een beetje het doel van je website. Hè? We kijken heel erg naar iedere opdrachtgever persoonlijk. En we bespreken met hen de doelen. En voor de een is het heel simpel. Die zegt, ja, ik wil zoveel mogelijk conversie hebben. Denk aan detacheerders, intermediairs, uitzendbureaus. Die willen gewoon een grote database hebben. Dus die kijken het meeste naar conversie. Maar werkgevers kunnen bijvoorbeeld ook zeggen, ja, een conversiepercentage vind ik interessant, alleen ik vind bijvoorbeeld de kwaliteit van mijn hires vind ik veel interessanter. Dus ik heb liever minder conversie, maar wel een hogere kwaliteit. Dus het is eigenlijk voor iedere organisatie is het anders. Dus het is altijd iets wat we persoonlijk met zo'n organisatie bespreken. Dus ja, dat is een beetje moeilijk eenduidig antwoord op te geven. Zijn er niet een aantal basiscijfers die je sowieso moet monitoren en dat je dan op basis van een gesprek en kijken hoe de organisatie in elkaar steekt, dat je dan die maatwerkcijfers erbovenop doet? Of is het echt alles maatwerk? Nou ja, wat ik zelf altijd heel interessant vind is gewoon de conversiepercentages. Maar ook hoeveel mensen komen er vanaf de homepage naar je facturenoverzicht, naar je facturen en vervolgens ronden een sollicitatie af. Als je die flow in kaart hebt, dan heb je in principe al een soort van de belangrijkste cijfers voor je in beeld. Dus ja, daar zou ik ook altijd starten. Gewoon die flow als basis gebruiken en daar dan maatwerk op aanhaken. Precies, okay, we hebben het nu natuurlijk over Google Analytics. En daar kan je uit cijfers een aantal dingen opmaken. En je had het ook over heatmaps. Zetten jullie heatmaps altijd in? Of pas nadat je iets in Google Analytics geconstateerd hebt en dan denkt van oké, daar moeten we misschien wel even een heatmap of een hotjar filmpje van maken? Ja, dat is per klant is dat verschillend eigenlijk. We adviseren het wel altijd om gewoon te doen. Ook om inzicht te krijgen in hoe je gebruiker zo'n website doorgaat. We bespreken dat vaak ook met ons interne datateam, of het geadviseerd is om een heatmap te gebruiken. En eigenlijk als je zegt van ja, ik vind die conversie heel belangrijk, of ik wil bepaalde elementen goed uitlichten, of je gaat AB testen, dan is het altijd geadviseerd om Hotjar of andere heatmap software te gaan gebruiken. Ja. En er is niet een bepaald punt dat je denkt van oké, nu moet je gaan filmen. Want ik kan me ook voorstellen dat je niet 1000 filmpjes wil gaan bekijken van hoe iemand op jouw website interactie heeft. Of gewoon een paar steekproeven. Om ze allemaal te gaan bekijken is natuurlijk ook wel erg veel moeite. Maar je kan natuurlijk door die heatmaps kan je zien hoe mensen zich door je website navigeren, waar ze op klikken en waar ze naar kijken. Dat wordt opgebouwd uit een aantal achterliggende filmpjes, ja, die allemaal gecombineerd worden. Dat is wel het belangrijkste waar ik naar zou kijken. Slim. Dat waren alle vragen. Hartstikke bedankt voor dit super toffe webinar. Voor de kijkers thuis, als je wat later bent ingecheckt, je kan hem terugkijken. De replay komt jullie kant op. Moet je wel ingeschreven staan natuurlijk voor de gegevens. Victor, Michael, dank jullie wel voor de goede webinar en de leuke
de leuke slides. Tot graag gedaan, jullie ook. Ja, jullie ook bedankt. Dit was alweer het derde webinar. En we gaan natuurlijk straks door met nummer 4. Daar hebben we een webinar klaarstaan van GITP, van Marjan en Mark. En dat gaat over... ik zoek hem even op, want ik ben hem kwijt. Over een nieuwe koers zonder kabaal. Weet jij hoe? Een hartstikke leuk webinar. Ik heb hem gezien. Dus veelbelovend, schrijf je in en hopelijk verwelkom ik je straks. Tot zo!